Oh, maar laat de deur staan open. Oké, dit ging niet zoals ik dacht. Hey allemaal, ik ben Kathleen en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag, jullie zijn het aan de toe, doe ik een Get Ready With Me. Ah, ik heb er keiveel zin in. Het is nu al middag en ik heb nog niks gedaan met mijn gezicht, met mijn haar, niks. Ik ga dus beginnen met mijn skincare routine. En dan ga ik een klein beetje make-up opdoen. En ik doe dat nog niet zo lang, dus sorry, het is niet echt wauw, maar super simpel gewoon. En dan ga ik ook mijn haar krullen vandaag, want dat is ook leuk om te doen. En ja, dan kleed ik mij aan. Ik weet nog niet helemaal wat ik ga aandoen. Dus daar moet ik nog eens goed over nadenken. Maar ik ga hier alvast aan beginnen. Als ik daar naar beneden kijk, dan kijk ik naar de spiegel. Want ik heb mijn spiegel laag gezet. Want ik zit niet in de badkamer. Heerlijk oogst, denk ik. Omdat er nogal veel lawaai was. En zo die, hoe noemt hij nou ook alweer? Die afzuiger dinges. Ja. Dus ik dacht, ik kom hier zitten. Je zit rustiger. En ja, nu gaan we eraan beginnen. Ik ga eerst mijn haar naar achter doen. Nu heb ik dit voor. Wauw, dat zag er heel mooi uit, zeker. Not. Ik weet dat het er heel raar uitziet, maar dit is het enige dat alles goed naar achter houdt. Ik gebruikte al een tijdje Paula's Choice en ik vind het echt zalig. Ik vind het heel erg goed, ik ben er kei blij mee en ik ga hiermee beginnen. Dat is. Ik ga het niet noemen, want ik kan het niet uitspreken. Ik ga het gewoon direct opdoen. Oh my, het is ineens heel donker. Hi. Licht, come back. Yes. Dus dat doe ik over heel mijn gezicht. Het is wel raar om dit te doen in de kamer hier. Maar ik doe dat altijd in de badkamer. Ik kan echt niet meer praten. En dan schrijf ik dus alles goed in. Ik doe ook altijd mijn nek helemaal mee en mijn oren, echt alles. Dan heb ik dit kleine productje dat ik eens een keer gratis heb gekregen. Dit is echt voor de ogen en ik heb het dus eigenlijk nog maar één keer gebruikt. Ik zeg, ik heb dat gratis gekregen. Dat ga ik gewoon net onder mijn ogen doen. Voilà, wauw, mooi hè. Laat ik allemaal eventjes drogen. Het laatste is gewoon een dagcreme eigenlijk. Dus dat is deze. Het is een gewone dagcreme met 30 dingen voor zonnecreme. Dat is wel heel erg handig. Dat beschermt eigenlijk wel heel goed. En ik vind deze combinatie echt perfect voor mij. Dat werkt super goed. Ik heb eigenlijk bijna geen pukkels meer. Of toch heel weinig. Alleen nu heb ik er zo al hier en daar. Ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Post is het daar. Maar ik heb er eigenlijk heel erg weinig last van. En als ze dan zo opkomen, dan gaan die gewoon weg. Soms heb ik zo dat ik hier zo bijvoorbeeld eentje moet opkomen. En de dag erna is dat een beetje rood. En dan de dag erna is dat gewoon weg. En ik zo, yay! Dus dat is kei leuk. Dus ik vind het echt super goede producten. En ze zijn echt heel goed voor mijn huid. Ik gebruik ze nu echt al wel een paar maanden. Ik kan dus echt wel goed zeggen dat ze goed werken. Dus ja, nu ga ik deze aandoen. Oké, het is gemakkelijker om in de spiegel te kijken. En natuurlijk ook weer de nek. En alles in de vijver. Dus dit is al mijn crèmepjes, zal ik maar zeggen, dat ik opdoe van mijn skincare. En dan ga ik nu over naar de make-up. Dus alsjeblieft, lach me niet uit. Ik gebruik eigenlijk heel weinig, bijna niks. Ik heb hier maar 4 dingen voor mij liggen. Ik ben al aan het zoeken en ik wil het ook niet te veel maken. Ik wil het ook gewoon een klein beetje en zo heel natuurlijk houden. Dus daarom dat ik eigenlijk bijna niets heb. Ik ga beginnen met een primer. Allee, focus. Come on. Ja, deze primer gebruik ik dus. Ik vind die heel erg fijn. En dat zorgt ook voor dat alles beter blijft zitten. En dat je huid beter beschermd blijft. En er zit ook een klein beetje een kleur op. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. En natuurlijk ook weer de nek. Dat pak ik er erbij. En dan wrijf ik dit gewoon in. Het is heel gemakkelijk om in te wrijven. Het plakt ook helemaal mee. Of echt zalig. Ik heb dus geen concealer of foundation of zo. Dat gebruik ik aan dan niet. Ik vind dat zo. Ik weet niet. Nee, daar ben ik nog niet aan toe, denk ik. Dan gebruik ik deze borstel. Dat is zo een schuine. Het is eigenlijk perfect om zo een contour en een blush of whatever. Maar ik gebruik dat gewoon aan. En dan heb ik dit. Dat is eigenlijk bronzer en highlights. Maar ik gebruik dat gewoon een beetje voor alles. Heel verschrikkelijk gênant eigenlijk. Maar ik heb echt heel veel filmpjes gekeken en dingen opgezocht. En mensen gebruiken gewoon alles voor alles. Dus ik heb zelfs mensen gezien oogschaduw gebruiken voor heel hun gezicht te doen. Dus als die dat mogen, dan maak ik dit ook. Ik heb eigenlijk allebei de kleuren al eens een keer gebruikt. En vandaag ga ik voor de iets donkerdere, maar dat is niet zo heel donker. Dus ik pak een klein beetje. En dan doe ik gewoon iets. En dan ook ga ik hier naar boven. Ik heb zo dingen opgezocht. Dat is eigenlijk zo wat de 3 dat mensen doen. Zo. Ik weet niet of dat nog een ding is, maar ik heb nog heel veel mensen het zien doen. Dus ja, dan doe ik dat ook. Ik probeer ook zo echt in mijn haarlijn een beetje te gaan. Want ik heb hier altijd vanzelf wel een redelijk witte lijn. En dat kan ik nu dus een beetje wegtikken. Ik weet dat het er misschien heel belachelijk uitziet, maar zo ben ik dan.
Nu heb ik één kant gedaan. Dit is sowieso wat donkerder, dat zie je hier ook. Dat ben ik gewoon. Mijn ogen doe ik toch gewoon met dit. Ik heb wel een oogpot, zo een potlood? Nee. Ik heb ook zo wel een borstel voor mijn ogen. Maar op het moment doe ik het gewoon nog zo. Ik weet niet of jullie veel verschil zien op camera, maar ik zie wel veel verschil in de spiegel. Misschien toch een beetje. En dan ga ik hetzelfde doen, dus aan de andere kant. Ik wil eigenlijk ook nog, nu ben ik al bijna op het einde van alles dat ik hier zit, maar ik wil misschien ook nog even hebben over dit appartement. Ik ging een home tour. Ik hoop dat dit weekend te kunnen opnemen. Maar dat is me jammer genoeg niet gelukt. Want er is nog een badmeubel dat normaal gezien vrijdag ging geleverd worden. En jammer genoeg is die niet geleverd. Zo jammer. Maar als die geleverd is, dan ga ik de home tour doen. En we hebben ook wat decoratie gekocht. Dus super excited. We hebben keiveel dingen gekocht. Ik heb dus keiveel zin in om de home tour op te nemen. Maar ik wil wel wat aanmaken, zodat het netjes is. En toch al meer aan de kant hoe dat we het echt willen. Het zal nog niet alles zal nog niet in orde zijn, maar wel het meeste. En dan, dat heb ik ook gezien. Dat vind ik ook wel leuk. Zo hier op mijn neus. Dus die heeft zo'n beetje een sunkist look, zoals ze zeggen. Ik hoop dat het een beetje goed is. Want ik heb zo wat zitten babbelen. En dan weet ik het niet of dat ik het overal gelijk heb gedaan. Maar ik heb gewoon heel veel verschillende video's gezien. Met heel veel verschillende manieren dat je make-up kunt doen. Dus als je nog tips hebt of je weet een goede video, let me know. Dan kan ik nog wat leren. Dus dat was het. Ik heb wel dingen voor mijn wenkbrauwen. Maar ja, ik weet niet. Het is toch niet de goede kleur. Wat ik dan wel soms doe, is gewoon dan even zo wat omhoog borstelen. Mijn wenkbrauwen, ik heb er eigenlijk nog nooit echt iets aan gedaan. I know. It's bad. Ik heb daar nog nooit echt behoefte toe gehad. Eigenlijk wel, maar gewoon nooit zin om dat geld aan te geven of zo. Ik weet het niet. Maar nu zijn ze dus een klein beetje omhoog gekant. En ik heb wel het gevoel dat dat iets beter is. Maar deze is gewoon verschrikkelijk. Er zit een vies beest op het raam. Maar voor nu is het dit gewoon. Mascara had ik, maar die is niet meer zo goed. Dus dat moet ik nog nieuw gaan halen. Ik heb wel het gevoel dat mijn huid egaler is dan ervoor. Genoeg getetterd en gedaan. Het is tijd om mijn haar te krullen. En ik ging dat eigenlijk in de badkamer doen, maar Senne is nu in de badkamer. Dus ik moet misschien mijn haar gewoon hier krullen. Nee, dat gaat niet. Ik heb echt een grote spiegel nodig. Dus misschien ga ik gewoon daar op de grond zitten. Waar moet ik hem dan insteken? Oeps. Dus ik ga een plekje zoeken en dan gaan we dat doen. Oké, ik heb het getest en ik kan mijn haar hier krullen op de grond. Yay! Ik gebruik nog altijd dezelfde krultang als zoveel jaar geleden. Dit is eigenlijk de enige krultang dat ik ooit gehad heb en ik vind het zalig. Hij is van Max Pro en je kunt hem per graden aanpassen. Dus nu staat hij af en dan zet ik hem op. En dan nu staat hij op 180 graden en dan laat ik hem meestal ook opstaan. Maar je kunt hem echt heel goed aanpassen. En je ziet hem, hij telt echt zo op. Ik heb vandaag nog niks, zoals ik net zei, met mijn haar gedaan. Ik zie dat wel opwarmen. Dus ik moet mijn haar nog kammen. Dus daar ga ik mee beginnen. Perfect, dat is echt altijd een heel ander ding als ik mijn haar kan, vind ik. 76, 77, 78, 79, 80. Dus hij is helemaal warm. En kan ik eraan beginnen? Ik doe mijn haar in twee stukken en ik krul gewoon elke lok. Ik pak dus gewoon een lok van mijn haar. Het lijkt eigenlijk heel erg hard op hoe dat ik het vroeger deed in mijn vorige Get Ready With Me. Dat is denk ik een jaar geleden of zo, denk ik. Dus als je die video wilt kijken, daar krul ik mijn haar ook. Hier doe ik het een klein beetje anders als toen. Ik pak nog altijd wel gewoon een lok en ik draai mijn haar er gewoon rond. En ik laat weer een stukje van mijn haar over, gewoon om het heel natuurlijk te doen laten lijken. Ik tel zo tot 10, 15, zoiets. Ik heb niet geteld nu, ik kon aan het babbelen. Oepsie. En dan laat ik de krul op mijn hand eigenlijk rusten, zodat hij daarin kan afkoelen. Vroeger liet ik het direct vallen, maar daardoor gaat de krul sneller wegzakken. En mijn haar kan er sowieso al niet zo goed tegen, want mijn krul valt redelijk snel uit. Dus dit is eigenlijk een tip dat wel helpt voor mij. Ik laat het dus een beetje rusten en dan blijft hij langer krullig. Ook was ik mijn haar de dag ervoor al, zodat hij nu minder zwaar valt. Dan ga ik over naar het volgende, doe ik eigenlijk gewoon ja, weer exact hetzelfde. Gewoon een stukje overlaten. Vroeger deed ik boven, onder, boven, onder. Nu iets minder. Ik kijk daar minder strikt naar. Dus weer zo krul laten afkoelen. Het duurt daar toch ook wel iets langer om mijn haar te krullen. Maar het heeft wel zijn voordelen op lange termijn, vind ik. Ik ben er nu ook vandaag op tijd aan begonnen. Dus dat gaat er wel. Ik vind het ook heel mooi als de krullen beginnen uit te zakken. Voor mij mag dat echt wel. Ik vind dat mooi. Maar het is natuurlijk wel leuk als ze een beetje langer blijven. Die traat echt in mijn gezicht. Dat is net wat mijn gender zit. Het is echt een heel raar zicht. Ik weet het. Het is wel warm. Zo, wauw. Dat is een mooie krul. Eigenlijk, ik heb niet veel haar. En toch heb ik het gevoel dat dit altijd heel lang duurt. Oké, nu ga ik denk ik gewoon snel spoelen tot het meeste van mijn haar geproefd is.
eerste lok van deze kant. Eindelijk. Nee. Honden beginnen weer goed te blaffen. En ik doe die altijd, de manier waarop dat je het kunt zien. Ik weet niet hoe dat ik het dan moet uitleggen. Dat doe ik altijd met de eerste lok op deze manier. Omdat je het dan gewoon van veel mooier is, vind ik. Zo. En dan ziet het er, dit vind ik mooi. Deze bocht. Oké, dan ga ik er zo wat door met mijn vingers. Maar niet te veel eigenlijk. En dan spray ik er dus haarspray op. Maar echt maar een klein beetje. Want ik heb deze extra strong hold. Maar voor mij doet het dus niet zo heel veel. Maar het houdt het wel een beetje langer vast. Dat is zo deze kant. Die gaat straks echt al heel erg hard uitzakken. Wat is dit eigenlijk aan het doen? Zien jullie dat ook? Wat? Ga gewoon mee met je vriendjes. Dat is niet zo moeilijk. Die ga ik de andere kant doen. En dan zie ik jullie straks. Oeh, alles is gedaan. Oké, je ziet direct verschil van wat er al tijd heeft gehad om uit te hangen en wat het nog net fris krot is. Dus ik heb ook hier een beetje haarspray in gedaan. En nu ga ik zo een beetje wapperen. Oh my god, als ik zo kijk, dan ben ik echt heel blij hoe dat het eruit ziet. Het lijkt zo ongeveer egaal. Het is goed gelukt vandaag. Ik heb heel vaak zo dat de ene kant goed is en de andere kant niet. Vandaag ging ze allebei oké. Oké, dus dit is klaar. Mijn haar is gedaan. Mijn gezicht is gedaan. Nu is het tijd om mijn kleren te pakken. Ik ben eigenlijk aan het twijfelen tussen twee dingen. Ofwel zo een trimsuit. Ofwel een gewoon kort kleedje. Help. Ik ga dus even over nadenken. En als ik het weet, dan kom ik tot jullie terug. En dan laat ik dus het einde outfit zien. En alles bij elkaar. Voilà, dit is de outfit. Het is eigenlijk een heel simpel dingetje. Ik zal je misschien laten zien in de hal. Gewoon een kleedje. Eigenlijk zo'n mini jumpsuitje, maar gewoon met lange mouwen. Ik denk, als het dan toch fris wordt, dan heb ik op zijn minst mijn lange mouwen. Ik ben dus heel erg blij met hoe alles er uiteindelijk uitziet. En ik vond het ook heel leuk om te filmen. En ik hoop dat jij het een leuke video vond. En in dat geval is geef die video alsjeblieft een like. Of abonneer ook op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Laat ook zeker een reactie achter om te laten weten wat je ervan vond. En dan zie ik jou heel graag in mijn volgende video terug. Doei! Oh ja, trouwens, we have a new friend. Oké, dit is een echte plant. En in het bureau hebben we er nog één en dat is ook een echte plant. Dus we hebben 2 new friends. Sorry, ik ben echt gewoon kei blij met al het groen dat in huis komt staan. En er komt nog meer groen. Yay! Dat is in de home tour dat eraan gaat komen. Dus als je de home tour wilt zien, abonneer dan zeker op mijn kanaal. En dan komt die in de richting uit. Oh ja, en by the way, ik ga ook hakken aandoen. Zalige hakken. My pumps, where are they? Oh, hier die hoor. Deze hakken doe ik aan. Die zijn echt zalig. Die stappen echt goed. En nu moeten we echt vertrekken, want het is tijd. Oké, dank om te kijken. Doei! Ik weet niet wat ik moet doen. Help. Lachen. Lachen.